We hebben hier Dennis de Rooijen, ik heb Saskia en Serge en Billy Broad Freekman. Willem, ja. Weet je, dit is een comeback. Ja. Nou, als nou ooit de vergelijking met Lazarus toepasbaar is, dan geldt dat voor Willem Broad Freekman. Kijk, dat gaat helemaal goed. Kijk, daar komen ze aan, hoor. Kijk, ze moeten dichtbij komen. Jongen. Het gaat erom. Kom maar. Moet je ze niet fluiten, eenden? Wat een aardig idee was dat om Willem Broad Freekman op te voeren in de setting van een eendenvijver. Analoog aan zijn legendarische interview met Van Acht dat de KRO afgelopen zondag nog heeft herhaald. Ja. Maar waarom dan opeens fluiten naar eenden? Ik floot altijd naar mijn eenden. Jij floot. Had jij eenden? Ik had eenden, ja. Jij had eenden? Die floot ik, ja. Maar die heb ik de deur uitgedaan. Waarom? Die kwamen niet als ik floot. Ja. Nu heb ik hamsters. Oh, en die komen wel? Die komen wel als je fluit. Ja. Heb je nog meer Freekman? Ja. Hoe is het met je verder? Het gaat heel goed. Buiten dat we hier lekker staan, zo in het zonnetje. Heerlijk. Heel goed. Ik heb het uitermate naar mijn zin bij... Hallo? Ja. Ik heb het uitermate naar mijn zin bij RTL. Mijn programma scoort heel mooi, dus dat is ook nog extra leuk. En ja, iedereen is heel tevreden. Nou ja. Heb je het zo geweldig naar je zin bij RTL? Ja. Is dat zo leuk daar dan? Ja. Beter en leuker dan bij Veronica. Nou. Ja. Wie ben jij eigenlijk? Is dat een openingsvraag? Ja. Wie ben jij eigenlijk? Ja. Is dat de eerste vraag? Nou, kom op. Wat is jouw leukste eigenschap? Nou, je kan met... Zo je die al mocht hebben. Ja, nou, je kan met mij ontzettend lachen. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Dat de interviewer opeens vragen worden gesteld. Dat jij het initiatief zou... Je geeft zo het initiatief uit handen. Ja, even afgeleid. Nou, David Letterman gebeurt dat niet, Harry. Ja, sorry, en dan zo'n antwoord zeggen, alsof je met jou ontzettend zou kunnen lachen. Terwijl je weet dat het helemaal niet waar is. Er wordt hier in kantoor toch nooit geschaterd of gebulderd? Ja. Je kan met jou niet ontzettend lachen. Ja, dat weet ik ook wel. Goed, zand erover. Dan gaan we nu naar Saskia en Serge.